De rust die we op dit moment hebben in het veld en in het luchtruim, die biedt ons de kans om nu eigenlijk voor het eerst echt met drones te gaan testen op een luchthaven. Dat is voor ons allemaal een beetje spannend, maar wel heel erg bijzonder. We zijn hier op Schiphol bezig met een aantal testen met drones. Bijvoorbeeld waar we nu zijn op een landingsbaan. We zijn aan het inspecteren met behulp van een drone hoe die landingsbaan erbij ligt. Papa Lima, uniform, go ahead. We have location 09 ready for geocache test. Papa Lima, uniform, geocache test approved. We gaan nog een aantal andere testen doen, waaronder het met een drone vervoeren van een pakketje, een vliegtuigonderdeel. Eigenlijk allemaal om te kijken hoe we drones kunnen inzetten in de luchthaven op een zo veilig en innovatief mogelijke manier. Kijk, het grote voordeel van een drone die wij nu zien is voornamelijk de snelheid. Dus hij kan vrij snel in een rechte lijn. Dat is beter dan als je met een auto rijdt. En tegelijkertijd, het biedt ons ook de mogelijkheid om op verschillende plekken dingen te zien die we normaal gesproken niet kunnen zien. Met een drone is het bijvoorbeeld makkelijk om van boven een vliegtuig te bekijken. Dingen waar je normaal eigenlijk niet zo goed bij komt. Met een drone kan dat wel. Veiligheid is natuurlijk het allerbelangrijkst en daarom heeft de drone operator constant contact met de toren en zorgen we ervoor dat we de drone altijd goed in de gaten kunnen houden. Als we echt naar de toekomst kijken, dat is natuurlijk een beetje wazig nog, maar wat wij hopen is dat we drones op een effectieve en veilige manier kunnen inzetten om onze operatie sneller te maken.